Mark, vertel. Een paar mensen stonden al te juichen en dan toch een tijdfoutje. Ja, goed. Ik hoop niet dat het tijdfoutje mij iets... Dat heel veel plaatsen scheelt op zondag, maar je weet het natuurlijk niet. Het is wel één punt, dus, maar Calimero sprong geweldig en ik kan niet anders dan tevreden zijn. Had je hem zien aankomen? De tijd? Nee, eigenlijk niet echt. Ik had iets meer moeten finishen misschien. Als één is, als ik hem iets meer gemotiveerd had naar de laatste, dan was ik binnen de tijd geweest. Een beetje zoals een zwemmer zich net nog moet uitstrekken. Ja. Net handje de wal aan het tikken. We hebben net gemist misschien, maar goed, hij sprong zo geweldig, dus ja. Wat vond je van de ronde zelf? Je zegt hij sprong geweldig. Wat ging precies goed? Ja, de hele ronde ging eigenlijk zoals gepland ook. Ik kan niet. Ik heb misschien zelf iets meer de combinatie, iets meer het paard gevolgd. Waardoor ik misschien daardoor gisteren de fout kreeg. Ik vandaag iets meer eraan gedacht dat ik iets meer met de beweging mee ging. En hij sprong gewoon geweldig. Wat zegt het resultaat jou? Natuurlijk super blij. De manier waarop hij springt, ja, hij springt 3 dagen geweldig en gisteren krijg je dan een pechfout. Maar ja, voor hetzelfde geld blijft gisteren die balk ook liggen en dan ziet het er nog heel anders uit. Maar goed, we kunnen niet terugdraaien, maar ik ben blij hoe de manier waarop hij springt en ik hoop dat we zondag nog een goede poging kunnen doen tot dubbel nul ronde. Ja. En met wat voor gevoel sta je dan hier? Zo van, ja, eigenlijk hebben we het in het begin een beetje laten liggen en dan nu toch weer herpakken? Of zie ik dat verkeerd? Nee, dat zie ik denk verkeerd. Ik kan nou nog niet denken wat ik eigenlijk verkeerd heb gedaan tot nu toe. Meer qua resultaat. Ja, goed, daar heb je net een beetje geluk nodig dat gisteren die balk ook liggen blijft. Ik bedoel, ja, dat hoort er gewoon bij. De ene tikt de man, blijft liggen, de andere tikt de man, valt hij. Maar dat zien we aan Frank, die heeft 3 keer gewoon een pechfout gehad en hij valt. En de andere die tikt hem zelf aan en die blijft liggen. Maar ja, dat is sport en dat weten we allemaal en zo werkt het. Ook genoten van Michael? Ja, mooi van Michael ook. Een nul rondje natuurlijk geweldig. Ik bedoel, dat is voor hem natuurlijk ook een mooie afsluiting. En